De politie heeft de instructies om een strakkere controle uit te voeren op getinte ruiten en mica-platen bij voertuigen. Justitieminister Kenneth Amoxie zei gisteren voor aanvang van de vergadering van de ministerraad dat deze maatregelen getroffen zijn na overleg met de PG en de korpschef. De politie en de veiligheidsdiensten gaan beter letten op getinte auto's met getinte ruiten. Ze gaan ook letten op voertuigen die rijden met die zogenaamde mica-platen. Ook identiteitscontrole zal uitgevoerd worden. Dus if je denkt aan auto, school toe, de veiligheidsdienst stop je. Het kan zijn dat er zal worden gevraagd naar jouw ID-kaart om je te legitimeren. Dus zo zijn er maatregelen, aangescherpte maatregelen, die alleen maar om de veiligheid op een hoger niveau te brengen. Volgens de minister zijn de autoriteiten vanwege de verruwde criminaliteit genoodzaakt om de controle op een ander niveau te voeren. Voor die aanpak Nelik Nono vanuit het ministerie, ook toe na ondersteuning voor PG, we vinden het niet wel voor de operatie. Maar voor meer langdurige aankopen, grotere investeringen, daarover is er afstemming met financiën, aangestuurd door de president. Amoxie benadrukt dat er daadwerkelijk sprake is van een zero-tolerance beleid bij de politie. De justitiële diensten werken heel erg hard om het veiligheidsgevoel te handhaven. VHP-parlementariër Mahinder Joggi zei gisteren in het parlement dat de overheid de verkeerde prioriteiten stelt rond het budget om criminaliteit in te dammen.